Als voorzitter was je altijd zichtbaar aanwezig. In de voormalige gemeente Neden en ook in de gemeente Berkelland. Altijd stond het belang van de inwoners van Rietmolen voorop. Ook was je voorzitter van de Stichting Gemeenschap Rietmolen. 25 jaar. Maar dat is nu voorbij. Want de hamer is overgedragen. 25 jaar lang heb ik jullie voorzitter mogen zijn. Heel vaak is het lastig om iemand te vinden. En toch was dat niet al te moeilijk volgens mij. 25 jaar geleden kreeg ik van de toenmalige voorzitter, Arnold Rijk, de voorzittershamer of uitgereikt. Patrick, ik wil je deze hamer overhandigen. Met de gedachte van, ik heb hem nooit nodig gehad. En ik heb hem ook nooit nodig gehad. En ik hoop ook dat je hem niet nodig hebt. Heb je hem wel nodig, dan heb je hem ook in de keer. Patrick, overhandig jou. Ja, dat mag niet. De hamer. Kijk aan. Kijk eens, alsjeblieft. Nou, dankjewel. En dan wens je heel veel succes met deze groep. Ja. Het is niet altijd lukt. Het zal nu ook lukken. Iemand die dat 25 jaar doet, die verdient heel veel waardering. Want het is een toch stevige functie. Want hou dat hele dorp maar een beetje bij elkaar. Ik ga een kleine doorsnede maken van de verdiensten. En ik begin er met eentje waar we nog niet zo heel lang geleden ook flink over gesproken hebben. In 2007 was er na afwezigheid van enkele jaren weer een paasvuur. U wilde die traditie weer oppakken. En startte dat samen met twee medebestuursleden. De locatie zoeken, vergunningen aanvragen, veiligheidseisen in acht nemen, volgen van de jaarlijkse cursus verkeersregelaar, hout halen, het organiseren van de kinderoptocht met de lampions, alles zat erbij. De laatste jaren gaat dat niet zo van een leien dakje. Een aantal jaar geleden werd het paasvuur vervroegd aangestoken. En vorig jaar, wegens droogte verboden. Toen kwam er ook nog een burgemeester die daar regels over ging verzinnen. En daar was je het niet direct mee eens. Daar hebben we stevig over gesproken. Maar uiteindelijk waren we het volgens mij ook wel eens. Dat veiligheid uiteindelijk het allerbelangrijkste is. Ik hoop van harte dat het paasvuur in 2021 wel doorgaat. Ja, dat gaat weer in. Ook vandaag niet meer aan te doen hebben. Een smerige paasvuur. Dan hoop ik één ding. Als het toch niet even aan de stok. We hebben wel heel de plicht. Doe straks al het werk voor niks toe. Hey, goedendag Ludo. Ah, Pinter. Wat maak je dan? Ja, wat maak je dan? Hoezo dan? Ik wil hem door het water uitkijken, moet te bilag, maar ziet er netjes uit. Ja, hè? Ja, hartstikke mooi. Maar hij loopt er minder op de weg, zelfs levensgevaarlijk. Ja, door heel je extra een voetpad laten halen. Oh. Dat is dan. Dat is dat voet. Ja, hoezo dan? Hoe is dat gekomen dan? Dat is dan een cadeautje van gemeentebelang. Oh, dat is het lin. Die wordt met stem onze dan voor tussen de deuren kriegen op de ritmolen. Maar dat is niet veel van terecht te komen. Zo beter, ja, dat ligt er beter op. Okay. Ik moet even naar de derde en zo nog. Oh, dan moet ik ook nog hebben. Oh, dat is helemaal elkaar zo wat. Alles bij elkaar, altijd het belang van Rietmolen voorop. En dat geldt toch voor heel veel andere zaken. De peuterclub, allerlei werkgroepen, het opstellen van dorpsplannen. Dat moet dan, hè. Wie de der. Nou, je hebt zeker heel erg afvergaderd hier, of niet? Ja, hier heel erg over gaan. Maar ik denk nog hartstikke meer in de Mullen, in het Orlengebouw. Ja, maar zoals dit gebouw hè, en ook die andere, de Mullen en zo, wat is dat uit voortkomen? Ja, het eerste dorpsplan dat kwam al uit voort dat er wat gebeuren moest met het gemeenschapshuis. En toen werd al op dit gebouw gekeurd. Zeg maar. Hoeveel dorpsplannen heb je meegemaakt als voorzitter? Ik heb er zelf 3 meegemaakt. Zo. Ja, vrij in het begin al en dan om de 8 tot 10 jaar hebben we binnen een nieuw. Maar dan is op de Rietmolen denk ik wel heel wat veranderd, of niet? Ja, er is wel iets gebeurd in die vrienden, joh. Ja. Zo, ja. Dat is gewoon bekijken, dan ook. Dat zo doen. Oké. Wat zijn hier allemaal liggen dan? Nou, dat zijn alle vergaderstukken van de laatste tijd. En dan moeten ze hem kijken wat er allemaal van in de dorpsplan kan.
Oh ja, heb je trouwens het nieuwste dorpsplan al af of niet? Nou, niet helemaal af, maar ik heb wel een samenvatting ervan. Nou, maar dat is... Kijk maar eens, wat een beetje aan steekt. Ziet het netjes uit, hoor. Dat is ook een onderdeel van ons dorpsplan. Eerste dorpsplan. Wat doe je het? Dorpen. Dit project heet Dorpen in Groen. Dorpen in Groen was bedoeld om de boerderijen en huizen, en dan met name het buitengebied, wat meer met groente te zien. En daar moesten dan inlandse, daar moesten allemaal inlandse bomen zijn en ook inlandse hagen. Oh. Waardoor het hier de Burgenhaag is en daar ook Zietdorp en de Esdorp. De Schipbeek over, nou, mooie brugleuning trouwens. Hè? Komt ook voor uit de reconstructie van de Van Eveningstraat. Je bent de brugleuning ook meegepakt, maar het was de oude leuning. Ja. En dit ligt er nog iets mooier. En nog een mooie. De herindeling en verfraaien van het kerkplein in 2011. Nou, dan doen we hier het dorpsplein van de Reetmol. Ja. Zo te zien is er heel wat veranderd in de loop van de tijd. Wat heeft de gemeenschap Reetmol dat voor vinger nou, op apart? Die bent, met gemeenschap Reetmol heb je samen met de gemeente heb je het dorpsplein ontwikkeld. Onder andere heb ik volle inspraak gehad in die groene onderhoud en de aankleding van het dorp. Waaronder deze zuil een iets de afbakening van een plein te krijgen. Dat was de opzet. En daar denk ik ook aardig in de slaag goed. Ja. Nou, zullen we maar over en lopen, wat er allemaal te zien is? Ja. Ja, onder andere de markt, hè. Er is zoveel ruimte overgebleven voor het dorpsplein. Dat we persoonlijk een dorpsmarkt, een weekmarkt met om. Ja. Valt niet over die zin. Oh, wat is het? Ja. Onze veldkei. Onze veldkei. Ja, daar is er vallen over te doen geweest. Ja. We hebben er een verschijning met een auto over zitten. Oh, voor de hoor. Is die toch groot genoeg om ze te kunnen zien, of niet? Volgens mij wel. Ja. Maar op zich is dit wel heel belangrijk voor de Reetmol. Er leeft hier meer dan in de kerk op het moment, of niet? Gelukkig is de slager nog wel waar. Maar ja, die heeft geen hapklare brok natuurlijk, om meteen op te hebben. Ja, heb je dat al? Nou, kijk aan. Nou, dan laat ik hem na. Die kast, Ludo, waar is dat dan? Weet je dat niet? Dat is nee, ik weet niet wat het is. Dat is van de glasvezel, dat is de centrale hier voor Durfter, de verbinding naar alle woningen toe. Oh, je hebt toen glasvezel in het buitengebied daar? Ja, dat is Riedman al gemeenschap. Ja, daar hou wel heel druk met de wist. Ja. Dit verhaal waar we hier het oude kerkhof noemen, dat ook erin vallen. Ook het doornusje, dat stelde mij al in volle vuur. En van het doornusje heb ik toen het kwam in het idee om de Maria-kapelletje te maken. Maar daar hou ik ook niet aan. Nou, dat valt door, nog eens even kijk. En hij wilt, ik wil er ook een kerstje op steken volgens mij. Voor onze nieuw voorzitter. En dan wens ik hem veel sterkte voor de komende vrienden naar jou. En als je nu helemaal nieuw kunt, dan moet je een keer hierheen gaan. En dan ben je nog wel. Allerlei werkgroepen, het opstellen van dorpsplannen. Dus werd het tijd om te beginnen aan een nieuw dorpsplan. Vanaf begin december is een enthousiaste groep onder leiding van Gerrit Lendrik en Joost Lansing bezig om in beeld te brengen wat voor de leverij van Riedmolen tot 2030 nodig is. Een van de eerste mails die ik kreeg nadat de enquête bekend was, en daar stond bovenaan in, een structureel tekort aan woningen in Riedmolen. Dat was de uitkomst. Ja, dit is de oude maalderij. Die wordt niemand opgenomen. Ja, die wordt nog in die oude stijl opgenomen en er komt 7 appartementen in. Met name voor jongeren. En daarachter, dat brein wat er over ligt, wordt rond 4 levensbestendige woningen. Gaat u het gemeenschap Riedmolen daar in verdedigen? Nou, toen dit gekocht was,
de trein. Er zat namelijk bewijsbestemming op. Toen was er een derde partij en die dreigde dit op te komen en er een transportonderneming te beginnen. Oh. En toen heeft de gemeente de Amedewerk, dat het in handen viel van de aannemer, zodat die met woningbouw de Ripon iets kon opbreken. Maar ik heb begrepen dat u in die tijd liever de schop dan de pen in handen had. En uiteindelijk is het denk ik een heel mooi kerkplein geworden. Nou, dat was de herinnering van het Dampersplein. Hier de school, hebben ze daar ook nog wat mee gedaan? Of? Ja, we hebben met de oude raad gevraagd om het schoolplein opnieuw in te richten. Ze hebben gezorgd voor een subsidieaanvraag en dergelijke. En samen hebben ze dus ervoor gezorgd dat het schoolplein een nieuwe toestellen kreeg. En daarbij was wel vanuit de gemeente dat het een openbaar speelterrein moet worden. Alles bij elkaar, altijd het belang van Rietmolen voorop. En dat geldt toch voor heel veel andere zaken. Wie de man? Nee. Nee. Ik kan hier geen geld meer starten. Oh, de bank is er niet meer. Nee, is er niet meer. Oh, daar heb ik hem nu aan de dag. Geen opbouwen. Ja, maar toen je auto geld hebt, ik kreeg nog steeds een tientje van hoeveel. Ja, dat kan wel weer, maar ik heb geen geld meer, ik kan toch niet pin. Oh. Ik ben nou de Maristraat niet meer. En dat toen zomaar lang gebeurde nou? Nee, daar hebben we wel veel tegen geprotesteerd. Ik heb zelfs de Telegraaf gehaald. Zo? Ja, maar ja, kleine kern hè. Ja. Nou ja, dan doe je dat tientje maar uit de bus dan. Hè. Ja, haken we daar dat tientje, dat moet er wel in. Ja. Wij vroeger wekelijks toch op het kantoor sowieso kwam. Minimaal is het denk ik tegenwoordig gemiddeld één keer niet door. En dat is dus voor de mensen ook geen probleem. We mogen dus een keer naar het kantoor in Neder of Heidelbergen. De bedoeling is inderdaad dat de geldautomaat hier bleef. Vorig jaar is zelfs de Rabobank met zijn geldautomaat verdwenen. Jongen, is het toch waar dan niet? Maar ik dacht dat de gemeenschap Rietmond heeft dat ooit eens een plan opgezet of... Ja. Een project hadden we van haar. Hou het dorp schoon. Ja. En dan gingen we met groep 7 en 8 door het dorp. En dan gingen we alle rommel opruimen. Dat project heeft de school overgenomen. En als het goed is, doen ze dat nog steeds twee keer in het jaar. Wij gaan opruimen. Iedereen doet mee. Dat is een goed idee. Wij gaan opruimen. Ruim de boel maar op. Op dinsdag 15 juli 2008, toen het grootste gedeelte van Nederland op vakantie was, kreeg een telefoontje van de Telegraaf. De krant wilde een stukje plaatsen over de geruchten van een op handen zijnde plaatsing van jeugd-TBS'ers in een zorgboerderij nabij Rietmolen. Midden in de vakantie. Een fotograaf zou naar Rietmolen komen om een foto te maken. Maar hoe krijg je in korte tijd iedereen in die vakantieperiode protesterend en wel voor die fotograaf? Je sprong op de fiets en belde overal aan. Dat werkte goed, want iedereen die thuis was, werd uiteindelijk meegesleept. En zo hebben jullie heel Nederland laten zien dat het hele dorp in opstand zou komen als de plaatsing van de jeugd-TBS zou doorgaan. In 2004 was je ook betrokken bij de Stichting Kerkenpaden Rietmolen. En ook daar ben je nog steeds actief als vrijwilliger. Dat is mooi zeg, daar kun je mooi onderdeel. Ja. En ook maar niet alleen voor fietsers. Waarna? Dan kun je de wandelaars en het scootmobiel zo mooi onderdeel. Ja. En ook het inrichten van nieuwe kerkpaden. En dat is denk ik ook een fantastische manier om het gebied rondom Rietmolen zichtbaar te maken voor iedereen. CDA. Wat vindt ze beter een galweerverkiezing of is dat blijven hangen van de vorige keer? Dat is van de vorige keer blijven hangen, ja. Oh. Maar dan ben je als gemeenschap Rietmolen ook binnen aan blijven hangen. Oh, aan CDA? Aan CDA. En toen? Ja, toen ik voorzitter ben, dat is het eerste wat we gedaan hebben, is ontkoppelen. Nu komen we met alle partijen praten. Oh, zo. Waardoor? Dan kun je de sjaal ook wel afdoen. Ja, die komen we weghangen. Nou,
AU, CDA. Ja. Dat is de wes. Ja. Zo, nou ja, het CDA, dat houdt dan weer uit, hè? Ja. Dat valt weer om. Godverdamme zeg, waar ga ik dan nou onder de veulen? Bonenstroom. Ja, dan gaan ze in een tonnen met nou. Ja, waar? Een tonnen. Ja, dat heeft een tonnen zo zeg, met die drie tonnen. Ook aan neer. Oh, trouwens, Vincent, waarom ben je eigenlijk nooit in de politiek terechtgekomen, bijvoorbeeld in de gemeenteraad voor het CDA? Nou, ik wil niet op dat plus zitten. Ik heb er aan één zetel op de ritmellen meer dan genoeg. Ja, daar heb je ook gelukkig. Hoi. Maar, hoe zullen we eigenlijk op aangaan? Kunnen jullie aangeschild met dat? Ja. Yeah. Oh, dan was toen ook een verhaal, of niet, met die gemeentelijke herindeling? Ja, ja. Hoe gaat het op aan? Ja. Zo naar Hoogsberg gaan? Eibergen? Of toch naar Bineemliem, Neeborkelo? Heb je het ook al over gehad? Klopt, ja. Ja. En wat is daar uiteindelijk geworden dan? Ja, ik weet niet, slecht scenario volgens mij. Oeh. Neeborkelo. Gemeente Berkelland. Ach zo, ja. Wie van de duren? Ja, naar het gemeentehuis moet dat mooi nog aan nemen. Ja. Dan hadden ze toch veel beter dat gemeentehuis hier kunnen laten. Ja, waar dan? Heb je een locatie? In je dansplees. Daar doet ze toch niks meer met. Oh god, wat een idee. En wie het mooi kort bier. Ja. Je was ook lid van de werkgroep Lange Rietmolen in het kader van de ontwikkeling van de nieuwe N18. En namens de inwoners van Rietmolen sprak je in bij allerlei inspraakrondes. En dat waren, heb ik me laten vertellen, heldere woorden die gesproken werden. De meesten zullen mij wel kennen. Maar mijn naam is Vincent Lansing, ik ben voorzitter van de Stichting Gemeenschap Rietmolen. Namens de Gelderse Milieufederatie en Stichting Gemeenschap Rietmolen heet ik u hier van harte welkom op deze protestmanifestatie tegen het aanleg van het traché, de beruchte N18. Hebben wij altijd gepleit om de weg daar te leggen waar die nu ligt en op te waarderen met de rondwegen om Eibergen, zowel Eibergen als Haaksbergen, noem maar op. Usselo. Dus ik kan nog één ding op zeggen, als je zo'n geweldig goede kruising vindt, of mooie kruising vindt, dan je mag hem gratis in Eibergen neerleggen en je mag hem ook gratis in Haaksbergen neerleggen, maar hier hoeven wij hem niet. We zullen zorgen dat we mee blijven praten en mee blijven doen, maar je gaat er een klein beetje vanuit dat we het ons bij neer hebben gelegd en dat hebben we nog niet. Uiteindelijk is het ook wel een traject van lange adem. Want alles bij elkaar toch zo'n 20 jaar. Dat je niet om een woordje verlegen zit en de belangen van Rietmolen goed wil verdedigen, bleek ook in februari 2018. Toen jullie samen met allerlei andere kleine kernen in Berkelland een politiek café hebben georganiseerd. En niet één, want bij aanvang van het eerste café stond al vast dat er een verantwoordingsdebat zou komen exact een jaar later. En ook dat heeft plaatsgevonden. En ik kan je vertellen, ze zaten te zweten. Toen ze zich moesten komen verantwoorden. De informatiebrochure over rietmolenstroom of reetmullenstroom. Alles, al die activiteiten gingen maar door. Maar er waren nog veel meer activiteiten. Ja, en dat meedoen aan Kern met Pit in Gelderland. Ook dat heeft heel veel tijd gekost. Ik heb toen persoonlijk mogen ervaren hoe je de regie in handen neemt. Ik mocht nog net uitzoeken op welke dag ik zou komen, maar welke rol ik kreeg toebedeeld, dat ik met het geldkoffertje op de fiets door het dorp moest fietsen, dat was allemaal geregeld. Er was niets tegen in te brengen, inderdaad, maar uiteindelijk, het heeft geholpen. Dus schip ik, het water is zo helder dat de vissen een zonnebril nodig hebben. Maar Sam, er is in Rietmolen wel veel verdwenen. Ja. Maar we hebben nu toch de Mullen en al die verenigingen, de voetbal, de volleybal, de tennis, Rietmolen is geweldig! Eén vraagje, ik zag op een filmpje ook een stel breiende dames zitten. Is het ook een ontmoetingsruimte voor ouderen of zo? Want dat begreep ik niet zo goed. Nou ja, daar kunnen oudere mensen, die kunnen dan lekker bij elkaar breien of haken. Je hoeft het niet te doen, maar het is gewoon gezellig om er met z'n allen te zijn. Jullie werden in 2014 onderscheiden met het predicaat Gouden Pit. En dat is denk ik echt iets waar Rietmolen trots op mag zijn.
En dan de dorpsaccommodatie Rietmolen, de DAR. Ondersteunde vanaf 2009 heel wat jaren de bouwwerkzaamheden. Vincent, wat mag je toch, jongen? Doe je nou toch? Ha, ik slaap een criminele vergader. Met al dat vergaderen, je bedoelt zeker dit of niet? Nog die MPA erop. Ja. En eentje mag maar. Ja, dan moet je zelf de vorm niet trekken, weet je wat. Oh, voor de hoog, maar waar ga je om gaan? Ja, gemeenschap in Polen, hè. Oh ja, tijden komt nog. Het zit nog gelukkig binnen over. Ja, ja, ja. Ja, nou vind ik wel een jaar haar kant van een keer. En nu zeg ik even u, want meneer Lansing, uw verdiensten zijn onze koning niet ontgaan. Op basis van uw langdurige inzet voor de samenleving, kunt u worden gekwalificeerd als iemand die zich ruime tijd ter bate van de samenleving heeft ingespannen, of anderen heeft gestimuleerd. En gelet op de aard, de duur, de uitstraling en de betekenis van uw activiteiten, heeft het Zijne Majesteit behaagd u te benoemen tot lid in de Orde van Oranje-Nassau. Van harte gefeliciteerd. Dicht bij het hart op de linkerzijde. Nou, doe maar niet. Overal. Ik moet zeggen, u heeft het fantastisch gedaan. Ik heb zeker geen grote mond meer. Ik ben er beduusd van. Maar toch wil ik nogmaals mijn medebestuur, want u hebt wel steeds gezegd dat ik dat zou hebben gedaan allemaal. Maar ik heb wel heel veel te danken aan mijn medebestuursleden. En die wil ik nog graag hierbij danken voor... wat ze voor mij betekenen de laatste 5 miljoen jaar. Dankjewel. Nou, nou, dat was een hele rondgang door ons dorp. Ja, dat was 24 jaar geweest in Riemel. 24 jaar, dat is. Zullen we er wel eentje op drinken? Nou, één dag. Eén keer blijf ik met de penningmeester. Dat is heel veel gelukkig. Nee, we hebben nog wel wangetjes aan de regel. Zo is dat.